Een nieuw hoofdstuk begint voor Roy Donders, 32, terwijl hij afscheid neemt van zijn geliefde pantobolide. In zijn meest recente vlog deelt de realityster zijn emotionele afscheid van de pantomobiel, dit is de laatste keer dat je hem ziet. Zwaai dus allemaal nog een keer naar de pantomobiel, want de rep gaat eraf en hij wordt verkocht. Het hoofdstuk van de pantomobiel is afgesloten. Roy onthult ook zijn nieuwe auto, feestelijk verpakt met een gigantische strik. Onlangs kwam Roy in negatief daglicht door beschuldigingen van omroep Brabant. Volgens het nieuwsbericht zou de realityster, die geen arts is, zelf fillers plaatsen in zijn eigen kliniek. Roy heeft gereageerd op deze aantijgingen en lijkt geschrokken van de ophef. In een uitgebreide reactie aan Show verklaart hij: Drie jaar geleden ben ik gestart met mijn beautykliniek en gebruik ik onder andere de mesogum voor het injecteren van fillers. Destijds was het wettelijk toegestaan, maar schijnbaar zijn de regels vorig jaar veranderd. Waardoor het gebruik van de mesobun nu alleen mag onder toezicht van een arts. Dit heeft me echt verrast.